Als haarspecialist benoem je het volgens mij als haar werk. Pruiken, dan denk je al snel aan carnaval. Dus en dit is bijvoorbeeld Aziatisch haar, 50 centimeter. Is het een idee dat ik een haarwerk even mag opzetten? Absoluut, ja. Goedemorgen. Vandaag duik ik in de wereld van de haarwerken. Want wat moet jij als kapper hier nou allemaal over weten? Laten we beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Misha. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Nou, en ik kom hier binnen en ik kijk zo om me heen. Wat een prachtige haarwerken allemaal. Ja, we hebben genoeg, hè, zou je zeggen. Keuze voor iedereen, dus... Wat voor klanten, mensen komen hier eigenlijk, hier in de salon? Ja, dat verschilt natuurlijk. Hè. Mensen hebben verschillende aandoeningen. Dus mensen die ziek zijn door vanwege kanker en chemotherapie krijgen. Of mensen die haarziekte hebben, zoals alopecia. Ja. Ja, en dat kan heel divers zijn. We hebben ook mensen die hoofdoperaties hebben gehad. Of dat we daar maatwerken voor maken. Dus allerlei soorten klanten eigenlijk. Ja, oh wat goed. Nou, mooi om hier te zijn. Ja, welkom. En hoe kom je nou tot een diagnose, dat je weet wat voor haaraandoening iemand dan precies heeft? Nou, vaak zie je het wel snel, maar het kan ook wel eens moeilijk zijn. Ja. En wat we dan doen is, dan gaan we wat dieper in de materie, gaan we wat beter kijken. Ik krijg bijvoorbeeld als mensen binnen die hebben extreme vormen van eczeem. En dan lijkt het bijvoorbeeld alsof ze areata hebben, maar komt het bijvoorbeeld voort uit die eczemen. En als ik dan twijfel, dan doen we een hoofdhuidanalyse. Ja. En dat doen we met de microscoop en dan kan ik je zo wel even laten zien. Oh, wat goed. Wil komen, ja, heel graag. Ja. Dus. Misschien is het leuk als jij lekker gaat zitten, dan kijken we bij jou. Ja, met de microscoop worden haar en hoofdhuid goed zichtbaar. Een van de dingen die je kan waarnemen is de doorbloeding van de huid. De doorbloeding zie je aan een beeld van kleine roze bliksemschichtjes. Rondom de haarschachten is te zien hoeveel talg de huid produceert. Droge roos is herkenbaar aan de huidschilfertjes die gestapeld liggen op de hoofdhuid. Vette roos herkennen we aan huidschilfers die aan elkaar geplakt zitten. Bij een klant die alopecia heeft, is het belangrijk om vast te stellen of er nog nieuwe haren groeien. Mirjam heeft alopecia totalis. Bij haar zien we dat er geen haaractiviteit is. Mirjam gaat vandaag haarwerken passen. Wij mogen met haar mee. En Mirjam, als ik jou mag vragen, wanneer kwam je erachter dat je haarverlies kreeg? Of wat gebeurde er? Dat is ongeveer 20 jaar geleden. Ja. Toen merkte ik dat, bij de kapper eigenlijk, dat die zei toen, je hebt kale plekken op je achterhoofd. Oké. Okay. Ik had ooit eerder een kale plek gekregen, maar dat was weer aangegroeid. Mm-hmm. Maar goed, toen schrok ik wel toen ze de spiegel pakte en het liet zien. En toen zag ik echt wel dat het niet één kale plek was, maar meerdere. Oké. Okay. Nou, huisarts geweest. Ja, dat adviseerde die kapper om naar de huisarts te gaan. Ja, okay. Ja, naar de huisarts. En de huisarts heeft me op een gegeven moment naar een specialist gestuurd. Ja. Eerst naar een dermatoloog. Het is eigenlijk zo gegaan de loop der tijd. En binnen een half jaar was ik kaal. Ja, dus ook de wenkbrauw... De wimpers. Ja. Ja, dat was eigenlijk... gebeurde iets eerder dan dat ik zeg maar helemaal kaal werd. Okay. En dat zijn de dingen die heel vervelend zijn. Kijk, geen haar hebben is sowieso heel vervelend. Ja. Als vrouw zijnde. Ja. Het verlies van wenkbrauwen en wimpers, die hebben ook daarnaast nog een hele belangrijke functie. Ja. En ja, dat is er niet meer. Nee. Dat geeft ook een heel kaal gezicht eigenlijk. En toen kwam je terecht bij de kapper weer. Om een haarwerk aan te meten. Ja, in eerste instantie heeft Mirjam ook een hele poos en nog steeds niks gedragen. Dus ze wisselt het een beetje af. Ja. Ja. En wanneer draag je dan wel bijvoorbeeld een haarwerk? Als ik bijvoorbeeld naar feestjes ga, vind ik het wel leuk. Dus ik dans heel graag. En dan vind ik het lekker om een haarwerk op te hebben. Is het een idee dat ik een haarwerk even mag opzetten? Want dan weet ik precies hoe ik dat kan plaatsen. Absoluut, tuurlijk. Nou, ik denk dat deze... het handigste is om op te zetten. Okay. En dan mag je hem zo vasthouden. En dan ga ik je assisteren. Ja, goed. En dan zet je hem een beetje ver op het voorhoofd. Ja. Zodat je wat grip hebt op het voorhoofd. Ja. Oh ja. En dan, want anders schiet hij
af en dat is altijd lastig. Ja, en dan gewoon naar beneden. En dan meteen de haren uit je nek, maar dat gaat perfect. Nou, top. En dan voelen we naar de bakkenbaardjes, of de bakkenbaardjes recht zitten. Dat zijn de puntjes. Nou, die trek je aan en die zitten wel recht. En dan mag hij nog ietsjes naar achter. Je ziet nu een beetje dat hij net iets te ver naar voren zit. Vier vingers ongeveer. Ja, het is, ja, dus hij mag echt nog wel... Ja, en dan... Nou, hij mag nog ietsjes, ja. We willen graag mooi het gezicht zien. En je trekt inderdaad altijd aan de haren naar achter. Dus niet tegen dat dunne randje aanduwen. Nee, want dat is dat kwetsbare randje. Ja, en dan doe je het heel goed. En eigenlijk is het ook gewoon, als dat zit, altijd gewoon lekker. Zeg ik altijd tegen de klanten. Gewoon je eigen... Even je handen er doorheen. Ja, je eigen... Even lekker voelen, je eigen ding. Voelen, alles lekker. Ja, ja. Als je het wil. Ja, het zit ook gewoon stevig vast. Ja, ja hoor, dat blijft zeker goed zitten. Het zit zeg maar mooi om het bolletje heen. Dus dan windkracht 10 kan die zeker kan die weer staan, ja. En er zijn ook nog eventueel nog tapejes. Een huidvriendelijke tape. Die kunnen ze er ook nog inzetten. Mm-hmm. Waardoor denk ik, ben je toch niet helemaal zeker van. Dan kan je dat gewoon in de pruik laten bevestigen. Je haalt het zelf zeg maar net als een soort dubbelzijdig tapeje haalt af. Ja. En dan kan je het voor je gevoel nog net even wat steviger hebben. Maar als het haarwerk goed zit, dan kan je alle kanten uit. En nou ja. Kun je lekker dansen. Ja, dan kan je er lekker mee dansen. Of wat dan ook. Dat is geen enkel probleem. Okay. Nee. Mocht er haar wat onder blijven zitten, dus mocht het niet helemaal uitgevallen zijn of dunner zijn. Ja. Dan kunnen we er klemmetjes in naaien. Dan wordt hij aan het haar... En dan zit hij ook steken. Gaat hij ook niet af. En dan is het vooral ook belangrijk dat de cliënt altijd de hoofdhuid goed blijft verzorgen. Een goede verzorgde hoofdhuid zorgt ook voor minder irritatie. Maar we willen ook gewoon een goede doorbloeding krijgen op de hoofdhuid. Ja. Dus elke dag wassen mag als er helemaal geen haar zit. Goed masseren, goed die doorbloeding op gang houden. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Okay. En het haarwerk zelf, moet dat nog gereinigd worden of gewassen? Of? Eigenlijk wast de cliënt het één keer in de week, één keer in de twee weken zelf. Ja. Kunstvezel is wassen, uitschudden, laten drogen, klaar. Ja. Echt haar moet dan eventueel nog wat gefeund, gesteld, gekruld worden. Ja. Dit is echt weer heel wat anders. Is Mirjam ook niet echt gewend, maar zo zie je maar dat... Lang ook. Ja. Dat sommige dingen ook... Ander gezicht ook. Ander gezicht is, hè? Functie van een haarwerk is dus voor Mirjam inderdaad ook vooral dat het zweet wat tegengehouden wordt. Voor heel veel mensen is het ook een beeld wat je brengt. Mensen willen soms niet altijd geconfronteerd worden met de ziekte. Ja. Meer in de chemo vooral. We willen ze gewoon anoniem over straat. Ja. Ja. Dat kan dan met een haarwerk, kan dat altijd net wat beter dan zonder haarwerk. Dus dat is dan weer de functie van een haarwerk. Gewoon om jezelf te kunnen blijven, jezelf te zijn. En voor Mirjam is dat dan een ander verhaal. Ja. Maar Mirjam is altijd zichzelf. Ja, mooi. Ja. Heel knap. Ja. Ja, nou in het begin droeg ik ook heel veel haarwerk natuurlijk. Dan vond ik het ook heel vervelend. Het is niet zo, dat, kijk, ik praat nu heel makkelijker over, maar dat was in het begin natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Ja, dit is dan echt... Ja, zo'n speelskort. Ja. Dit is bijvoorbeeld een echt harige. Echt haar vergt altijd iets meer onderhoud. Maar er zijn dus heel veel verschillende vormen van echt haar. Ja. Dat je het vaker dan moet wassen misschien? Of? Nee, niet vaker wassen, maar echt haar zit dan minder in vorm. Dus die moet je altijd zelf feunen, stijlen, krullen. Oh ja, zo, ja, snap het. En een ja. kunstvezel is zeg maar altijd... altijd in model. Ja, dus je wast dat, je schudt het uit en het zit altijd in hetzelfde model. Dus dat kan voor sommige fases, zoals chemotherapie, kan dat gebruiksvriendelijk zijn. Ja. En voor mensen die langer geen haar hebben, wordt het vaak ook voor echt haar gekozen. Ja. Ook voor de systemen die geplakt worden, kom je altijd op echt haar terecht. In de volksmond praten mensen vaak wel eens over pruik. Maar als haarspecialist benoem je het volgens mij als haarwerk. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Ja,
pruiken, dan denk je al snel aan carnaval. Dat zijn vaak dikkere synthetische vezels en ook grotendeels machinaal gemaakte pruiken. Ja. Als wij in kunstvezels werken, dan werken we eigenlijk met een wat fijnere vezel, maar ook in kunsthaar zijn een heleboel verschillende soorten vezels. Maar je hebt bijvoorbeeld hier, als je kijkt naar een kunstvezel, dan zit hier bijvoorbeeld een mooie leesfront op, waarbij de overgang naar de huid heel mooi wordt. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Kijk, en hier achterin zie je bijvoorbeeld dat het gedrenst is. Maar je hebt dus ook haarwerken die helemaal handgeknoopt zijn. Dus dan is het over het geheel wordt het helemaal met de hand gemaakt. Ja. En dat duidt natuurlijk ook wel kwaliteitsverschil. En dan heb je natuurlijk ook nog verschillende soorten echt haar. Want wat voor mensen kiezen dan voor human hair bijvoorbeeld? Over het algemeen mensen die dat langere termijn nodig hebben. Kijk, er zijn natuurlijk ook wel mensen die er sowieso voor kiezen. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van je financiële situatie. Ja. Maar mensen die bijvoorbeeld alopecia hebben, dus alopecia androgenetica of alopecia totalis bijvoorbeeld, die kiezen vaak voor echt haar, want die willen er ook mee kunnen slapen. En met een kunstvezel kan je bijvoorbeeld niet slapen, want als je niet goed, dat gaat dan pillen als een wollen truitje. Dat kan er gewoon niet tegen. Door die wrijving, daar kan die niet kan tegen. Kan niet tegen, nee. En je hebt dan in dat echte haar, heb je Aziatisch haar of Europees haar. En dan heb je ook nog behandeld of niet behandeld. Dus daar zijn ook nog heel veel verschillende soorten in. Okay. Ja, dus en dit is bijvoorbeeld Aziatisch haar, 50 centimeter lang haar. Prachtig lang, ja. Ja. Ja, heel mooi. De onbehandelde haren worden in de Filipijnen handgeknoopt en tot een haarwerk gemaakt. Het is een arbeidsintensief proces, want elk haartje wordt één voor één handgeknoopt vastgezet. Wat ik hier heel veel zie zijn haarwerken voor dames. Hebben jullie ook haarwerken voor heren? Zeker. Bij hele haarwerken voor heren zijn de contourlijnen bijvoorbeeld lastig. Omdat mannen, als je naar jezelf kijkt, jouw haar valt hier natuurlijk over je flank heen, maar over de zijkanten heen. En bij heren over het algemeen, als je bij mij kijkt, Dan kijk je al tegen die contouren aan. Dus dat is moeilijker. Ja. Daarom zit hier ook een mooi leesfront aan bij zo'n herenhaarwerk. En wat natuurlijk veel voorkomt, mannen met alopecia androgenetica, een genetische vorm van dunner wordend haar, of in de volksmond mannelijke kaalheid. Ja. Ja. Daar maken we bijvoorbeeld alleen bovenstukken voor. En dan heb je hier een voorbeeldstuk van. En dat wordt bijvoorbeeld helemaal verlijmd of met tape vastgezet. En dan halen we eigenlijk alles wat dun is, halen we weg. Ja. En dan wordt dat op het hoofd gezet. Ja. En ja, tuurlijk, doen we veel zelfs, ja. Oké, Misha, ik hoop dat je een beetje goed beeld hebt gekregen van de haarwerkerswereld vandaag. Ja, zeker weten. Ik ben echt wel onder de indruk van al de verschillende haarwerken die er zijn. Hoe het geplaatst wordt en hoe het gemaakt wordt. Dank je wel voor vandaag. Nou, heel graag gedaan en tot ziens. See you. Doeg. Dank je, hoi. Wat heb ik een bijzondere dag gehad vandaag. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat te maken heeft met het kappersvak? Volg dan onze socials. Doei!